I come from Arzo. It's a small village in the mountains in Switzerland, in the Italian part of Switzerland. And I came here 3 years ago to study music. Waarom ik naar Nederland gekomen ben? Puur voor voor een hele bijzondere manier waarop je geneeskunde kunt studeren in Maastricht. En ook niet ergens anders in Nederland, alleen in Maastricht. Dus puur daarvoor ben ik naar Nederland gegaan. Ja, we zitten hier in mijn castle of Sofolik. Hier. Dit is de zolder in een kraakpand, ergens in Amsterdam, waar wij wonen, waar we opnemen, waar we oefenen, waar we heel veel dingen doen. Bijvoorbeeld een foku, dat ze elke woensdag de mensen hierheen komen om een maaltijd te eten voor 3 euro's. We hebben live muziek, we hebben een weggevenwinkel. Dat betekent dat je gewoon dingen achterlaat dat je niet wil. En neemt wat je wil. But it's, yeah, I mean, it's actually only for the musicians. Really nice cafe, a nice little restaurant for alternative cheap food. Actually, in this cafe, we started, we met a lot of beginners. Yeah, working. Cool.
Ich frage mal, ob alle wollen, dann kann ich allen was. Willst du auch ein Toasti? Nee. Atmosfera, mística sobre el grupo Caspian Hat Dance. Yeah, I also didn't like it. But I think that she didn't feel bad because many people were also supporting on her. Yeah, I had feelings she felt bad. Now, Dit is de Bollocks, Café Bollocks. En het is een van de leukste plekken in Amsterdam. Yeah. Ik heb hier ook gewerkt, een jaar of zo. En ja, s'avonds laat zouden we gewoon met z'n allen heel veel muziek spelen. Punk subculture van California en ook van Seattle en Portland is accordeon gewoon magisch. Ik weet niet hoe dit gebeurd is, maar ja, de anarchisten, als je kunt be an anarchist, you know, food not bombs, smash WTO. If you're an anarchist and you play the accordeon, then you're just God. Amazing. Dus. For Americans, Amsterdam is like Oz, basically the magical city. En ja, als je hier bent, is het een beetje, je ziet dat het wel niet zo is. Maar ja, het is gewoon een droom naar Amsterdam te gaan. En als je een goed excuus ervoor hebt, gewoon ik ga studeren, dan ga je, weet je. En na 4 maanden ben ik gestopt met studeren. Ik ging nooit naar de klasse eigenlijk. Ik vond dat natuurkunde voor mij niet was. En ik wilde gewoon muziek spelen. I am from Alexandria, which could be many places. This happens to be in Louisiana. About 3 hours and a half from New Orleans. So I went to university in New Orleans and studied music there and lived there for many years. So I like to call it home. Ja, ik ben 4 jaar geleden naar Nederland gekomen. Eigenlijk voor die reden om te studeren. Ja, ze hebben hier enkele conservatorium waar ook een popafdeling bij zit. En dat vond ik heel interessant, omdat ik in Duitsland lang op zoek ben geweest naar iets naar een conservatorium om te studeren. Maar ik wist, voor mij was het niet jazz, omdat ik het te saai vond. En klassiek, ja, dat ben ik gewoon ook niet. En en een verandering, andere land, andere stad, vond ik ook wel leuk. Yeah, we do like to play for causes that we agree with, and we do like to use our music to support movements and things. The Oki? Yeah. Yes, it was a benefit concert for Mapundial, that is an organization who's fighting for the rights of the Mapuche community in Chile. People ask a lot for us to play in benefits, because also people remember us being committed to social things and to beautiful things.
Ellen is een talenwonder. Ellen is sowieso een wonder. Ellen die kwam hier en die zat 9 maanden in Nederland. En die zei tegen mij, Sahand, we gaan een huis kraken. En we hebben een brief geschreven voor de buren en jij moet de taalfouten eruit halen. En toen ik als native speaker, als degene die goed Nederlands spreekt, begon fouten te verbeteren. We zaten er heel weinig in trouwens. En op een gegeven moment had ik een fout verbeterd. Ze zei van, ja, volgens mij is dat fout. En die jongen die had gewoon na 9 maanden dat hij al mijn Nederlands aan het verbeteren was. Dus hij pikt alles heel snel op. Ja bedoel je, ik kan zeggen ongelooflijke muziek, maar het wordt heel saai, want dan ga ik over ze allemaal zeggen. Nee, onzin. Eigenlijk, nee, hij is heel slecht. Hij oefent nooit. Hij kan helemaal geen accordeon spelen. Dus accordeon is altijd vals. Is nooit gestemd. Rot ding. Weet je al gestemd? Weet je wat kraken is? Eigenlijk. Kraken is... Hey. Squatting, kids. Kraken betekent dat je in een leegstaande pand gaat wonen. En wat zo bijzonder in dit land is, dat het legaal is. En dat je ook het recht op privacy hebt in een kraakpand. Nou, we zouden het misschien ook doen als het niet legaal was, maar dit is wel een bijzonder ding. Maar ja, het gaat over meer dan alleen wonen in een leegstaande pand. Dat is wel, ja, dat is wel wat je doet, maar er is een beweging erachter. En er is wel heel veel ideologie erachter. Wij kwamen 25 jaar terug als vluchtelingen van een oorlog en van dat regime daar kwamen we in Nederland. En mijn ouders en hun vrienden die kenden hier niemand. En die waren heel gefrustreerd over wat er in Iran gebeurde, want elke week kwam er weer nieuws over nieuwe mensen die werden doodgemaakt. Over de oorlog, maar ook over wat de regering deed. En ze wouden echt daar iets tegen doen. En ze kwamen hier met Nederlanders die helemaal niets van Iran afwisten. De groep die vanaf het eerste moment mijn ouders heeft geholpen toen, en daar stond ze heel erg van te kijken, want ze zagen opeens allemaal mensen met raar groen stekeltjes haar, met allemaal metaal in hun oren, en dat hadden ze nog nooit gezien. Dus ze dachten dat het een soort freaks waren, maar die freaks, dat waren degene die ze hun het meest heeft geholpen. Het waren allemaal mensen die zeiden van, oké, als jullie een demonstratie willen organiseren, dan gaat de politie, die wil dan dit doen en ze willen dat doen. En dit mogen ze, maar dit mogen ze niet. Maar ze gaan het wel proberen. En ze hopen dat jullie niet weten dat ze dit niet mogen, zodat jullie toch jullie terugtrekken. Maar dan weet je wat jullie rechten zijn. En trouwens, als jullie daar met 200 man komen om te demonstreren, dan gaan wij 500 man vrienden uitnodigen, zodat we daar met 800 man staan. Als jullie advocaten nodig hebben, wij hebben advocaten die als vrijwilligers jullie willen helpen. Dus degene die ons als eerste in Nederland hebben geholpen, en dat is al 25 jaar terug, dat waren de krakers. Dus ik heb zelf nooit in een kraakpand gewoond, maar voor mij waren dat degene die een heel belangrijk onderdeel waren van Amsterdam. En waarom Amsterdam zo vrij en tolerant is. En waarom het een gezonde stad is. Soms wat minder, maar waarom het in ieder geval zo gezond blijft als het is en misschien wel gezonder wordt. Dat heeft voor mij persoonlijk voor een groot deel met de kraakgemeenschap te maken. Dus ik vind het heel normaal dat de helft van de band ook in een kraakpand woont. Oh,
Mijn ouders, die dat zijn hele, hele ontwikkelde, getalenteerde mensen. Dat zijn mensen die zulke prachtige dingen hebben meegemaakt, zoveel weten, zoveel verhalen te vertellen hebben. En helaas, vanwege gewoon omstandigheden, hebben ze heel veel dingen hier niet kunnen doen. Mijn moeder die vroeger in een laboratorium werkte, die aardrijkskunde heeft gestudeerd. Mijn vader die veel van literatuur en poëzie weet. En Mesrap, dat is een plek waar ze na 20, 25 jaar dat ze hier gewoon kleren hebben gewassen. Dat ze aan de slag kunnen met wat ze mooi vinden. Dus met de poëzie, met zang, met noem maar op. Maar ook het ontmoeten van mensen die diezelfde liefde delen voor kunst. De koeien mee, kadigerian, o sarfikan, de shabra. Tjero, kesharm, hemi ojadam, ze kishte je fiets. Bedan kamar, arisat das argedo, hafet, hazane ibe kapo. I came to Europe in 2002 to play in Barcelona with a guitar trio, murga, singing, screaming in the street, noise thing. After a week there I fell in love with a Dutch girl, and after a lot of comings and goings and so's and so, I ended up after a year and a half living in Amsterdam. We find it funny that when being there, we want to be here. When being here, we want to be there. There's a really good song from a Hawaiian singer-songwriter that says this: after you've been out, you don't belong anywhere anymore. Ja, Pablo is echt een man van een sterke wil. Pablo heeft een hele sterke wil. En bepaalt ook heel graag een richting, heeft altijd een mening. Maar heeft ook een hele zachte kant. En hij heeft dan weer naast Caspian Hat Dance weer ook nog zijn eigen muziek waar hij van houdt. Die ook daarmee te maken heeft waar hij vandaan komt, uit Latijns-Amerika, uit Uruguay. En heel getalenteerd ook, vooral in het componeren van muziek. En een hele goede zanger. Een heel overtuigd mens. For me, I just want to learn how to play as well as I possibly can to hopefully to move some people and to make them see that there is still beauty in the world, even though it's sometimes very difficult to find. I don't understand what man has made of this world, why we have made it the way it is, because there are so many things that I don't like. But at least through music I can understand men a bit more. Even if I don't understand the creation. Joseph, hij is een chagrijn van de band. Dus als er boos gedaan moet worden, kan Lady D ook wel hoor. Maar zeg maar, ik kan heel moeilijk boos worden. En bijvoorbeeld Alan kan ook niet boos worden, Sylvie ook niet, Yuri helemaal niet. Dus soms moet je boos worden. Dat is, ik bedoel, hey band, die was serieus genomen worden. En dan vragen ze, Joseph, dan halen we hem erbij. Je moet even boos doen tegen die meneer. En dan, en ook goede muziek aan, briljante muziek aan. Maar ook, hij kan ook. En soms praat hij alleen maar door een beetje te
grunten, hoe zeg je dat? Te grommen. En dan, oké, dat is Joseph. Hij klinkt nog wel redelijk warm. Nee, Sylvie is iemand die zij heeft heel veel gevoel. En ik moet altijd een beetje huilen van haar vioolspel. Omdat het altijd zo, ze heeft een hele mooie klank. En een hele mooie... En het is belangrijk dat wij gedragen ons, gewoon omdat mannen zo werken. Omdat er dan een vrouw is. Dus we hebben dan 6 mannen en een vrouw. En ze is ervaren. Ze is ook... Ja, Sylvie. Zijn hand. ja, zijn hand is ongelooflijk breed ook, wat zijn interesses betreft en zijn talenten. Zijn hand is bijzonder communicatief ook. Hij is eigenlijk heel breed geïnteresseerd in alles, maar ook in de muziek is hij ook nog heel breed geïnteresseerd. Qua stijlen, maar ook qua instrumenten. Ja, heel creatief en ook iemand die heel overtuigd is en kan zijn en ook heel veel energie heeft. Sorry. Okay, we start now, eh? Yeah. Then you cut. Okay, my name is Ernesto, she's Sara. We are living in this squad. We organize on Wednesday this evening. It's called Foku, which means Volkskuchen in German, is kitchen for the people. We try to create a little atmosphere with food and music, just to bring people together, and yeah, we make it for a very cheap price to show that €3. Yeah, and the reason is that we want to prove that living with little money is possible, and having very good quality food, vegetarian, biologic, and that's our purpose, and bring people together and have fun. And yeah, I think this is the idea. Because with full stomach, everybody's more happy. And also, this was made by Sarah. Sarah, our benefactor. It's a band thing. Goblino! Tu eres el goblino, soy el elfo. El enano de la banda. What's el enano? No, el elfo. El enano. Enano. Tu eres el enano. Per me? Sì. Ah, ok. It works! I think we can start the up the car easily! New technology! Faster, faster, go! Yes! Go, 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 go! What? Full, full! No, I will break it! No, full! Valentino! Epa! Yeah. Valentin is een clown. Valentin komt van de theaterschool. Valentin is een natural performer. Hij heeft er een jaar op gezeten. Toen zeiden ze, we kunnen al niks leren. Want jij bent helemaal... Jij zou het ons moeten leren. Dat is Valentin. Valentin... Ja, wat kan ik meer over Valentin zeggen? Maar schrijf briljante nummers. We schrijven allemaal een beetje nummers. En ik denk dat we een beetje de nummers van de andere bandleden uit schuldgevoel spelen. Omdat het eigenlijk... Valentin en de Hat Dance zou heten, als we alleen maar zijn repertoire zouden spelen. Dus om toch Caspian Hat Dance te zijn, hebben we besloten om voor elk 5 nummers van Valentin, 1 nummer van iemand anders te spelen. Oh.
Goblin King. Yuri is degene die ons vreugde brengt. Yuri, ik denk dat hij 14 is ofzo, of 13. Ik weet niet eens hoe oud hij is. Hij is heel jong, maar heel... heeft een soort wijsheid van de natuur dat hem vertelt welke bloemen je kan eten, welke vissen je rauw kan vangen met je handen en opeten en heel wild. En in het begin gebruikt hij die enthousiasme voor de muziek, waardoor we altijd alles drie keer zo snel speelden als dat we moesten te spelen. En nu is hij een beetje getemperd omdat hij die energie vooral steekt in het dansen met meisjes. When available. We don't have a Pekka now. Come get us. Matilde comes in the picture. If you ask us history, it comes before going on tour last year. The idea was to go on tour by ground. We prefer not to fly too much or avoid flying when possible. And anyway, the idea of doing a tour by bus in the east of Europe is like amazing. So we, after checking the internet for many nights, we found Shiny Matilda in Maastricht. So we went there and bought it and made our 6,000 kilometers tour, right? With many problems, like I think I spent more time under Matilde than on it. How do you think he will like it? I think he likes it. Who? The fish.
Mathilde is de ex-vriendin van Sahant. Mathilde is de bandbus. En ook een lied van Sahant. En daarom heet het Mathilde de bus. En Mathilde was heel goedkoop. Maar nu inmiddels... de bus. Maar nu inmiddels is het niet meer goedkoop. En Mathilde die gaat heel vaak kapot. Soms ook elke dag. En Pablo, zijn vader, die was... hoe heet het? Hij repareerde vrachtwagens. En Pablo ging als kleine jongen altijd mee in Uruguay. En vooral in Uruguay... Dit is natuurlijk heel anders dan kan dan hier. Je moet heel veel improviseren. Dus hij heeft gelukkig sinds kleins opgeleerd om vrachtwagens te repareren op een zeer improviserende manier. Dus Pablo tovert elke keer met een kleine schroef of met iets heel raars. Tovert hij dat Mathilde weer werkt. Soms dagelijks. It's underground party. Melt bruschette. Huh? It still has blood on it from the guy who playing it in Hungary. No. Busted his knuckles. Is this blood? Maybe this is paint. Looks good. I wash most of it off. Ciao. Ah. We have to get food in an hour anyway. I'm dying then. However you prefer. Blood. Yeah. You get Chinese food at 8 also. Kijk, we moeten hier aan het werk komen. Oké, dan heb ik violin 2. In Theater Landgraaf. We hebben een optreden. Hier is een poster. Waar staat hier? Theater Landgraaf. Vandaag is 17 mei. We gaan nu soundchecken en om 8:30 gaan we spelen. We zijn Limburg. They speak a very strange Dutch here.
It's like Dutch, but it's not Dutch. But it's still Holland. Dit is 25 euro. Voor u, doe maar 22. Omdat we hebben een cd'tje tof verkopen. We hebben een cd'tje tof verkopen. We hebben een cd, we hebben een cd. We hebben een cd'tje tof verkopen. Laat het maar zien, jongen. Tenemos un cd para vender. Tenemos un cd para vender. Verkaufen in der Nähe von Deutschland. Ja, mein Herr! Wir haben eine CD zu verkaufen. Gut, mein Herr! Wir haben eine CD. Wir haben eine CD. Ja, gut, mein Herr! Wir haben eine CD zu verkaufen. Jawohl! Tanto esfuerzo de nuestro pueblo boliviano. tenemos un CD para vender. I don't think that's the entrance for the place. Huh? Thank you. Super. So, sorry, no camera. Shall we say grace? Otherwise, we cannot stick our fingers Excuse in the mouth. One moment before you say grace. This is. Make it fast. Let's have a 1, 2, 3, 4, 5. Who's doing the half hour prayer? 7. Give me, please. Thank you. Just take. Beverages. Okay. Just take. Okay. Thank you. Dear have Lord. A nice meal. Thank you. Dear Lord. Yeah. It's a steak, yeah? Children. Wir danken wie besessen für dieses tolle Fressen. What is it again? Wir danken wie besessen für dieses tolle Fressen. Wir danken wie besessen für dieses tolle Fressen. Tolle Fressen. I know what that means. We're thanking like maniacs. So this is vegetarian. Goedenavond. Toch wel fijn om zoveel mensen te zien. Ik wil graag beginnen met één huishoudelijke mededeling. Ze hebben me gevraagd om jullie in ieder geval te vertellen dat de tuba kapot is, helaas. Maar het wordt een avond met Gypsy, Klezmer en Chaos Tamboerin, maar vooral verrassingen. Dat moest ik heel duidelijk zeggen. En er mocht ook gedanst worden. Tot slot, een vraag van de band was, als er toevallig iemand in het podium is die een zeppelin of een zeilboot heeft, waar 7 mensen, 3 paarden en een gerepareerde tuba in passen, dan zouden ze graag even contact met u opnemen. Mag ik van jullie een applaus voor Caspian Hat Dance? Caspian Hat Dance al dingen over leven heeft,
overgeleven heeft. Overgeleefd heeft. Over... Overleefd. Heeft. Dat andere banden zouden vernietigen. Want ja, in een collectief heb je een netwerk. Weet je, is niet ja, de leider en dan de bassist die niks zegt. En dan misschien andere session musicians die ook geen mening mogen hebben. Want dat is de zwaakste. That's the weakest way you could have an organization, is like this. Maar als je een netwerk hebt waar relaties tussen ieder bandlid sterk zijn, dan is het het sterkste ding dat kan bestaan. Thank you.
Hamburg was an interesting concert. It was the first time in this particular theater, Landgraaf Theater. It was the first time that the audience actually stayed through the whole concert. So we set a record when we played there. But it was a bit strange. We play often in Amsterdam for a younger audience. Crazy drunken kids going crazy dancing, whereas in Landgraaf was a bit more rigid, even though they did enjoy it. Yeah, that's what I love about Caspian, is that it reaches out to all walks of life. Quando singa l'abratore, baila, 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 baila me. In parunta magetana, e go sempre cantare, e loro sempre cantare, e loro sempre cantare, e parunta magetana, e go sempre cantare. Breakfast is ready. Yes, sir. Where do we have to go, sir? Is there coffee? When you want to go to the toilet, you go behind. If you want to drink coffee, you go inside. Is the coffee with sugar, sir? Yeah, definitely. That's nice. I like this. I really appreciate it. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. The zombie rice, but like what? What happens to your eyes? Yeah, in Limburg we stayed in this gypsy camp. We had a connection there from Sylvie's old guitar player, this Manouche Roma guitar player who's made a very good name for himself in Holland, Lalo Meyer. Music magazine in the Netherlands has an article about Caspian Hat Dance. Look at the nice picture that you great shows. Picture too, huh? It's about how cool we are for not being with Bimas Temra. Creative Commons. This guy does look like me. The French guy. It says here like the seven-headed band, and you're like eight people on each.
Caspian Hat Dance!